Hey, hallo en welkom in een nieuwe week waarin dat ik het met jou wil hebben over het recht dat je hebt om bang te zijn, het recht om angst te voelen. Ja, ik heb er een recht van gemaakt, want tenslotte is dat ook jouw recht. Alleen is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen van of het voelen van angst en vooral dan ook het blijven erin te hangen, erin te zitten, of dat ook jou daadwerkelijk vooruit zou helpen. En is het tijd om die energie los te laten, of is er nog iets te leren, waardoor dat die angst maar blijft bovenkomen? Loskomen uit de matrix, uit je gekende leven, uit het gekende systeem, is beangstigend. Daar gaat er niemand met je over in discussie gaan. Bovendien, op het moment dat je daar begint van los te komen, ga je in het begin nog heel vaak terugvallen. Maar eens je wakker geworden bent, is er niets wat dat jou nog in je oude leven kan houden. Zelfs angst niet. En angst is eigenlijk een raar beest. Komt heel vaak naar voren tijdens de sessies die ik heb met mijn klanten. En wat opvalt, is dat angst zich altijd toont in een andere gedaante. Via een andere gedachte, via een andere overtuiging, in een andere situatie. Soms heeft het betrekking op ervaringen uit het verleden. En soms heeft het betrekking met heeft eigenlijk betrekking op onzekerheid over wat dat het leven en meer nog eigenlijk je toekomst wel nog in petto heeft. Maar wat is angst nu eigenlijk echt? Nu, toen ik die vraag stelde aan mijn lichtteam, duurde het even vooraleer ik het antwoord kon vatten in begrijpbare woorden. Want de boodschappen die ik vaak doorkrijg zijn eigenlijk energie, op een telepathische manier zijn eigenlijk frequenties. En dan is het aan mij om dat eigenlijk in begrijpbare woorden om te gaan zetten. Maar dat is iets anders. Dus, en ik kwam uiteindelijk tot het volgende. Angst is eigenlijk niets meer en niets minder dan ambivalente, aanpasbare, negatieve, negocieerbare gedachten die je stuurt naar je toekomst. En het mooie hieraan is dat het betekent dat je angst kan veranderen. Het zijn immers gedachten, het zijn geen emoties. We zeggen wel, we voelen angst, maar eigenlijk komt het voort uit gedachten. En we voelen het als een emotie, maar ze ontstaan uit gedachten. En als je mij al een tijdje volgt, dan zal je geleerd hebben dat je niet jouw gedachten bent. Gedachten zijn als de vogels in de bomen. Ze zijn niet vaststaand, maar ze komen en ze gaan. Wat dat betekent, dat het beeld die jouw gedachten vormen, slechts één mogelijkheid is van een potentiële toekomst. Het is met andere woorden een potentie, een zaadje dat zich kan ontvouwen als jij daar genoeg focus en energie naartoe stuurt. Nu, echter, als dat niet hetgene is wat je wenst vorm te geven, dan ligt de sleutel er net in om jou bewust te worden van die angstgedachten, zodat je ze kan transformeren, zodat je ze kan vervangen door stimulerende gedachten van hoop, vertrouwen en geluk. Nu, om negatief ambivalente gedachten te transformeren, is dus niet alleen belangrijk om er bewust van te worden, dat is natuurlijk de eerste stap, want als je er niet bewust van bent, dan kan je ook weer niet verder. Maar dus eens dat je er bewust van bent, dan kan je gaan kijken waar dat de gedachten vandaan komen. Waar ontstonden ze ooit? En is het ontstaan, die gedachte, op basis van een visie van iemand anders? Heb je het ergens gelezen en als waarheid aangenomen of vertelden je ouders bijvoorbeeld dat het zo was? En dus stel jezelf dan de vraag op basis van wat dat jij die gedachte blijft aanzien als waarheid. Past dit nog bij wie dat je geworden bent of ben je de gedachten ontgroeid? Dus het is belangrijk dat je dan daar ook de keuze gaat gaan maken, mooi mens. Nu, eens dat je daar meer zicht op hebt, kan je via jouw intentie gedachten gaan transformeren. En ook hiervoor kan je en mag je en moet je eigenlijk beroep doen op je lichtteam, tenzij je ondertussen weet hoe je zelf kan transformeren. Maar vraag hen dus om de angstgedachten die jou niet langer van dienst zijn, om die te transformeren naar optimaal. En deze te veranderen door gedachten die stimulerend en ondersteunend zijn voor jouw zielspad. En hiermee dus ook voor het aantrekken van je diepste verlangens. Nu, verder wil ik nog even stilstaan bij het feit dat er redenen zijn voor elke angst die we onder ogen zien. Net zoals voor elke tegenslag die we op ons pad krijgen.
Die dagen ons namelijk uit en zorgen ervoor dat we sterkere mensen en krachtige zielen worden. Je kan ze zien als leermiddelen, als tools, zodanig dat jouw ziel de nodige lessen en ervaringen kan leren om die te mee te geven. Maar vertrouw ook dat je alle kracht en moed in je hebt om elke obstakel te overwinnen en zo verder te lopen op je zielspad. Dus ja, je hebt het recht om bang te zijn. Maar bovenal is het belangrijk om te blijven hopen en te blijven vertrouwen dat je krachtig genoeg bent om elke obstakel, elke angst te overwinnen. Want het is in die wrijving dat we uiteindelijk het meeste leren. Jouw ervaringen worden de wijsheid die je bij morgen weer verder van dienst zal zijn. En het is niet alleen jou van dienst zijn, maar ook de mensen die op jouw pad komen. Ook die mensen gaan het van dienst kunnen zijn. Want telkens dat we les geleerd hebben, opent zich eigenlijk weer een energetische lichtcode in jouw energetische veld. En hierdoor kunnen andere mensen letterlijk aanhaken aan de energie van de oplossing. En zo worden we natuurlijk al meesters en leerlingen van elkaar. Ten slotte maken we al een deel uit van dezelfde energie. En zijn we verbonden door energetische koorden, afspraken en onvoorwaardelijke liefde. Dus het is belangrijk om aan jezelf te werken en het nodige opruimwerk te doen. En dat je wordt wie dat je beoogd bent te zijn. Het is belangrijk dat je herinnert wie dat je bent en dat je de wijsheid en de kennis dat je in jouw leven, dus die in je, eigenlijk in jouw blauwdruk zit, dat je dat weer gaat herinneren, zodanig dat je dat kan gaan gebruiken om je zielsmissie te activeren. Dus leef je leven alsof het laatste zou zijn. En onthoud dat je hier gekomen bent om de waarheid te ontdekken over dit universum. Integreer alle wijsheid en codes die voor jou beschikbaar zijn. En balanceer de energieën in je wezen uit en stroom mee zoveel als mogelijk op de flow van dat leven. En enkel dan zal jij de emotionele vervulling ook gaan voelen waar je ziel naar verlangt. Leer meer over je spirituele aard om te ontdekken hoe je als energie werkt, hoe alles samenhangt, hoe dat je kan gaan manifesteren. En dat is het ware geschenk van ontwaken. Namelijk ontdekken hoe dat het is om als energie een menselijke ervaring op te doen. Dat opnieuw herinneren, dat opnieuw gaan gebruiken. En leren leven vanuit het hogere bewustzijn dat we allemaal zijn. Ervaren hoe dat is om gewoon te zijn zonder meer. En experimenteer hoe dat je via jouw energie alle diepste verlangens werkelijkheid laat worden. Het is tenslotte veel eenvoudiger dan je denkt. En het belangrijkste dat je moet doen is genieten van het proces. Nu, voor nu ontdek waar je zelf nog iets wijs hebt gemaakt. Herken de illusies die er nog zijn in jouw leven, verlicht schaduwen in jouw energie. Maar ook leer hoe dat je vanuit je vrouwelijke, je voedende energie je ziel kan gaan voeden, je ziel weer kan gaan opladen en magische manifestaties kan magnetiseren, dus kan aantrekken en gaan ontvangen in jouw realiteit, in jouw fysieke leven, in jouw daadwerkelijke leven nu. En dus wil jij jezelf dat geschenk geven, dan is het belangrijk om er nu mee te starten. Want de tijd is er ook nu. Collectief gezien is er ook heel veel draagvlak daarvoor op dit moment. Het is gewoon aan jou om het nodige werk te doen. Want niemand kan en zal het voor jou doen, ook al zouden die dat willen. Dat gaat gewoon niet. Het is iets wat jij zelf moet gaan doen, maar als het iemand anders voor jou gaat gaan doen, dan gaat dat niet jouw ziel geen vervulling en niet de nodige ervaringen brengen en gaat het opnieuw weer op je pad komen. Dus je weet wat je mag doen, je weet wat je mag loslaten. Weet je het nog niet, dan is het belangrijk om daar eerst mee aan de slag te gaan. En dan van daaruit de nodige stappen verder te gaan zetten. Dus zou zeggen, wacht niet langer, want degene waar je misschien op wacht die je komt redden, dat ben jijzelf. Dus neem die verantwoordelijkheid op en vooral stop met klagen over waarom zij wel en ik niet. Dat hoort niet bij een magische creator. We zijn één en dat betekent dat we dus over dezelfde mogelijkheden en dezelfde kansen en dezelfde opportuniteiten beschikken. Wat dat je dan ook mag denken of wat dat je dan ook jouw ervaringen op dit moment mogen zijn. Dus verander je gedachten en verander op die manier ook je leven. Dat zijn de belangrijkste dingen om
iets te veranderen in je leven, om eigenlijk met angst om te gaan. Dus ja, je hebt het recht om bang te zijn. Ja, je hebt het recht om angst te voelen. Maar blijf er niet in zitten. Neem die angst op. In de zin van, kijk ze aan om te gaan transformeren. En dan ga jij inderdaad die magische creator worden dat we allemaal zijn. Zo, ik hoop dat het weer jouw aantal inzichten heeft mogen bijbrengen. En zoals altijd, mocht je hulp en ondersteuning nodig hebben, dan kan je via de box hieronder of via de website weten en kijken op welke manier we kunnen samenwerken. En zoals altijd stuur ik jou oneindig veel licht en liefde. En tot in de volgende. Dag!